Ik geloof eigenlijk dat de meeste. Er zijn bijna geen gebied in Nederland waar voldoende kerken zijn. Laat me dat even vooraf gezegd hebben. En dan, ja, soms krijg je wel de reacties terug van ja. Er zijn niet al genoeg kerken in die stad of in dat dorp. En misschien in de Bijbelbelt is het ook wel zo dat er op elke hoek van de straat een kerk staat. Maar kijk naar Hilversum, Huizen, Amsterdam, andere grote steden in de buurt. Ja, er zijn gewoon relatief weinig kerken. En ik geloof dat die boodschap van Jezus, dat die zo uniek is en zo belangrijk is, dat je het ook op verschillende manieren zeg maar, moet overbrengen op mensen. Want de ene aanpak trekt die groep mensen, de andere aanpak trekt die groep mensen. Dus er is eigenlijk altijd wel ruimte voor een andere kerk in een stad of in een dorp. Mm. Wij zelf als kerk, we hebben ja, in onze geschiedenis hebben we vanuit Thousand Hills hebben we een ooit in 2007 hebben we een kerk kunnen helpen planten in Almere. We hebben in 2015 zijn we een tweede kerk, tweede locatie begonnen in Almere, dus, of zo in Huizen, zonder dezelfde naam, Thousand Hills Huizen. Maar in de toekomst willen we dat nog veel meer gaan doen, juist vanwege datzelfde verlangen van meer mensen bekendmaken met die boodschap van Jezus. Maar we hebben eigenlijk een soort van twee sporen beleid daarin. Want aan de ene kant wil je natuurlijk met hetgene wat je hebt, wat God jou gegeven heeft binnen de muren van Thousand Hills, onze twee locaties, wil je gaan uitbreiden. Maar tegelijkertijd wil je ook andere mensen helpen waarvan je ervaart van ze hebben vergelijkbare passie. Ja, precies. Ze hebben dezelfde drive zeg maar, om echt Jezus bekend te maken in hun stad of hun dorp. Ja. Wil je daar ook achter gaan staan? Ja, precies. Maar je...